Tijdens de lockdown even lekker een boek lezen. Dat is wat veel mensen het afgelopen jaar dachten. De omzet in de verkoop van boeken steeg zo'n 8%. Dat is natuurlijk voor iedereen geweldig. Voor de uitgevers is het hartstikke goed, voor de auteurs is het goed. Maar ook voor de boekhandel is het heel erg goed dat we eindelijk weer eens een forse stijging hebben. Mensen zijn veel thuis geweest en zullen meer gelezen hebben. Ondanks de groeiende boekenmarkt krimpt de verkoop in fysieke winkels. Toch hebben ze bij Boekhandel van der Velde een positiever beeld. Natuurlijk is het zo dat online het hardste gestegen is. Want de boekhandel, wij zijn tussen de 3,5 en 4 maanden dicht geweest. Ja, en in de periode dat we open waren, was het best wel druk. Onze klanten konden ons prima vinden. Eerst waren wij een beetje bang dat mensen veel meer online gingen kopen. Maar die waren het redelijk snel zat nu om achter de computer te zitten. En gingen dus gewoon weer naar de winkel. Wij hebben in de periodes dat wij open waren beter verkocht dan het jaar ervoor. Ik vond het een beetje een raar stukje toen het naar buiten kwam via de NOS. Dat ze zeggen, ja, al die stijging is naar het internet gegaan. Ja, dat is logisch als de fysieke boekhandel tussen de 3 en 4 maanden dicht is. Volgens Peek moet het boeken kopen via een fysieke winkel juist een belevenis zijn. En precies daarom zijn ze bij Van der Velde niet bang voor grote online concurrentie. Als het er niet eerst schijnen online. Maar daarom hebben wij over het algemeen juist grote winkels om een heel breed aanbod neer te zetten. En in een boekwinkel vind je iets nieuws en op internet niet. Op internet kijk je naar de auteurs die je kent. En in een winkel word je verrast en zie je leuke nieuwe dingen.